Aan het einde van WandaVision werd Monica Rambeau ingeschakeld door de Skrulls om Nick Fury te helpen en we zagen in de post-credits scene van Miss Marvel hoe ze opeens van lichaam wisselde met Captain Marvel. Dat leidt ons direct naar The Marvels, maar kunnen Marvel en Disney onze verwachtingen overtreffen en hier een goede film neerzetten? Dit is onze recensie zonder spoilers, blijf tot het einde van onze beoordeling. Het Marvel Cinematic Universe begeert zich in een ware crisis. Waar voorheen alles verbonden stond aan de Infinity Stones en de komst van Thanos, liggen de verhaallijnen nu zo uiteen dat het onmogelijk is voor de gewone kijker om het te volgen. We hebben de verhaallijn van Yelena en de Thunderbolts, die dan wel samengaat met de nieuwe Captain America film in Black Panther Wakanda Forever. Een aparte verhaallijn over de scheur in de multiverse uit Doctor Strange The Multiverse of Madness, waarin Charlize Theron haar debuut maakte. Weer een ander plot over de TVA en Loki, die wel of niet verbonden lijkt te zijn met Ant-Man and the Wasp Quantumania. We zagen ontwikkelingen rondom Zeus en Hercules, naar Thor Love and Thunder, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de X-Men teases en de Young Avengers verhaallijn. Je snapt mijn punt, het is chaos, en The Marvels voegt alleen maar toe aan die verwarring. Om te beginnen met wat positieve punten, de eerste act van The Marvels heeft een serieuze fun factor, waarvan ik hoopte dat die door de hele film doorgedragen zou worden. Het lijkt de schrijvers niet uit te maken of er een geweldig verhaal in zit, en het concept dat Rambo, Miss Marvel en Danvers van plaats wisselen lijkt goed uitgevoerd en geeft een uitmuntend actiegevoel. Maar helaas neemt de film daarna een verkeerde afslag, verzint ter plekke het plot door middel van natuurlijke dialoog en laat de meeste fans teleurgesteld achter. Als Marvel fans blijven we achter deze franchise staan, omdat we weten dat de mensen achter de schermen de films weer in de goede richting kunnen draaien. En een zoetsappige space comedy neerzetten is natuurlijk helemaal niet fout, maar waar Taika Waititi en James Gunn erin slaagden om een goed verhaal te mengen met grappen en emotie, lukt de Marvels geen van allen. Het feit dat het een team met vrouwen is, merk je helemaal niet en komt niet geforceerd over. Deze personages hebben geen dialoog nodig om ons als publiek te laten weten dat ze zelf een film kunnen leiden, want dat kunnen ze net zo goed als de mannen. Maar alle kwalitatieve aspecten van de film doen ze helaas toch te strop om. Het verhaal, nog het camerawerk of de regie laat het Marvel's team in haar recht komen, waardoor er helaas toch genoeg benzine is voor de tegensprekende meningen tegen het concept van deze film. Het is zo jammer dat een in potentie goed trio aan superhelden op deze manier wordt neergezet, want een team aan vrouwelijke superhelden moet gewoon met een goed verhaal behandeld worden en niet op deze manier. En toch is er een verschil in de manier waarop Marvel de Marvels aanpakt, waardoor de teamworming niet goed overkomt. Het kostte 2 Iron Man films, een Thor film, een Captain America film en een Hulkfilm om die Avengers op een soepele manier bij elkaar te laten komen. Wat gebeurde door middel van Loki, een vijand die wij als publiek al kenden en begrepen? In The Marvels is alleen Captain Marvel een goed onderbouwd personage, aangezien Monica Rambeau slechts een bijpersonage was in WandaVision en Miss Marvel een serie was die haar nog niet tot filmniveau heeft ontwikkeld. De reden dat ze samen in deze film zitten is dat ze alle 3 krachten hebben die met licht te maken hebben, maar de uitleg daarvan is compleet ongeloofwaardig en toevallig. Een verhaal mag natuurlijk zullig en komisch zijn, maar moet nog steeds aan simpele opbouw en bepaalde tonen voldoen die de Marvels simpelweg overslaat. De manier waarop grappige scènes in emotionele scènes overgaan en actie is gedaan op een manier die alles behalve vakmanschap uitstraalt, wat je laat twijfelen wat er achter de schermen gebeurd is. Want we weten van Candyman dat Nia DaCosta vooral op technisch gebied een erg goede regisseuse is, maar toch zit er in de Marvels zo weinig emotie, subtiliteit, opbouw of structuur dat het meer een product lijkt van de meest cliché en voorspelbare superheldenblauwdruk die er bestaat en zich daarvan nog niet eens aan de goede dingen vasthoudt. Uiteindelijk wordt de Marvels een rommeltje met misschien wel de meest vergetelijke vijand tot nu toe, die eigenlijk een vrouwelijke versie is van Ronan the Accuser. Je snapt niet hoe ze met $200 miljoen, een goed team aan superhelden en een trio aan uitstekende actrices hier geen goed verhaal neer hebben kunnen zetten. Helaas krijgt de Marvels van ons maar 2 sterren. Wat vond jij van de nieuwste MCU film? Bekijk hier vooral onze recensies van Ferry de Serie en alle nieuwste trailers.